Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, jullie hebben het al een klein beetje gemerkt. Er worden wat minder buitenvlogs gemaakt. En ik heb proberen een heleboel keren, heb ik daar al een vlog over gemaakt. Maar in ieder geval is het dus zo dat het zomerseizoen voorbij is. En daarbij is ook het mooie weer weg. Kijk eens jongens. Wat een enorme bak regen komt er uit de lucht. Alles is zeik en zeik en zeiknat. Dus ja, om dan een buitenvlog te gaan maken. Ja, dat schiet niet echt heel erg op. Dus voorlopig eventjes binnen. Binnenkort al heel snel komt er weer een buitenvlog. En daar ga ik nog even lekker niks over vertellen. Dat gaan jullie zelf, gaan jullie dat aankomende week of volgende week gaan jullie dat zien. Ik denk volgende week, denk na het weekend gaan jullie dat zien. Of ja, na het aankomend weekend gaan jullie het zien. En dan gaan we weer een buitenvlog gaan we weer opnemen. Binnenkort gaan we ook nog een keer naar Toverland toe. Dat kan ik wel alvast stiekem eventjes spoileren. Joost die wou graag een keer naar Toverland toe. Dus dat gaan we zeker weten een keer doen. En dan gaan we dat in ieder geval gaan we dat doen. Dus jullie kunnen ook nog een Toverland vlog verwachten op mijn kanaal. Nou, ik ben inmiddels thuis. Ik heb vandaag een vrije dag genomen, want ze zouden vandaag weer wat repareren. En er werd net alweer gebeld van ja, het is nog niet binnen. Dus ik moet nog even wachten. Ik zei nou, fijn is dat. Ik heb speciaal voor vandaag een vrije dag opgenomen om dat te laten repareren. En dan komt er weer niemand. Ja, typische woonbron. Waardeloze organisatie. Ik zeg het gewoon, het is echt gewoon schandalig. Als je in ieder geval een jaar bezig bent om iets te laten repareren in je huis en het is nog steeds niet gemaakt, echt waar. Schandalig, echt waar. Ik ga er toch echt eens een keertje een klacht over indienen, want dit is echt niet normaal. Dus dat in ieder geval. Ik heb vorige week niet echt een hele leuke periode even meegemaakt. Ik zat zelf ook niet echt heel erg goed in mijn velletje. Inmiddels is dat gelukkig weer opgelost. Alles is gelukkig weer goed. Ik heb nog wel leuk nieuws. En dat leuke nieuws is dat ik promotie gemaakt heb. Ik ben een functie omhoog gegaan in mijn werk. Dus dat is ook wel heel erg positief. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb er de afgelopen 5 jaar heb ik daar keihard voor geknokt. Om dat voor elkaar te krijgen. Dat is me gelukt. Ik ben daar ontzettend blij mee. Dus alleen maar positieve dingen. Ja, vorige week dan eventjes. Maar ja, iedereen heeft wel eens een dippie hè, in de week. Dat kan wel eens gebeuren. Dus, maar in ieder geval gaat het nu een stuk beter. Dus dat is eigenlijk een beetje de afgelopen week en aankomende week in ieder geval. Binnenkort is weer een buitenvlog met Joost, Kevin, Ramon en ik. Ik ga er nog lekker niks over vertellen. Maar hij zit echt helemaal totaal niet. Maar ik had geen zin om haar te doen vandaag. Ik ga nog even lekker televisie kijken en zo. Trouwens, jullie hebben de tweede aflevering gezien van Euro Truck Simulator. Ja, Euro Truck Simulator. Het spel met vrachtwagens rijden van de ene plek naar de andere plek. Ladingen brengen, lossen. Hartstikke leuk. Ik heb een nieuwe co-host gevonden. Dus als het echt als jullie het echt leuk vinden. Ik heb een collega die speelt het spel ook. Daar ga ik een keer mee gamen. Lijkt me wel ontzettend leuk, lijkt me dat. Jordi, top, toppetje. Toffe gozer, echt waar. Super gozer. Ben er heel erg om gehecht. Super, en we gaan binnenkort gaan we lekker Euro Truck Simulator spelen. Ja. Dus het gaat allemaal wel goed komen. In ieder geval, dit wou ik even allemaal kwijt, even allemaal. Ja, het is allemaal een beetje,
Het is allemaal een beetje gezapig allemaal, natuurlijk. Want ik ben natuurlijk een week met vakantie geweest, niet gefilmd. Nu laat het weer eigenlijk een beetje in de steek. Het is niet echt mooi weer meer om naar buiten te gaan om een vlogje op te nemen. En als ik een vlog wil opnemen, nou, dan zal ik de paraplu mee moeten nemen, want het is echt ontzettend slecht weer. We gaan natuurlijk naar de herfst, gaan we al. Of we zitten al in de herfst en we gaan langzaam naar de winter toe. Dus ja, waarschijnlijk minder vloggen en meer games spelen. Ik heb gisteren nog een GTA livestream weer eens een keer gedaan op mijn YouTube kanaal. Normaal doe ik dat natuurlijk altijd op Twitch, altijd. En nu heb ik het een keertje op YouTube gedaan. We hebben natuurlijk de serie Euro Truck Simulator waar ik het net over had. En misschien ga ik nog wel andere spellen kopen. Misschien ga ik nog spellen, want ik hoef eigenlijk in principe hoef ik geen spelletjes te kopen. Want ik heb er nog een heleboel hier op de computer staan. Misschien ga ik daar ook wel een keer een serie van maken. Dan moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. En in ieder geval hartstikke leuk. Ja, dan gaan we maar wat minder vloggen. Als ik niks te melden heb, dan heb ik niks te melden. En dan vind ik het eigenlijk zonde om daar een vlog over te maken. Nu had ik even een paar dingetjes wat ik even wou zeggen. Dat is dus dat er binnenkort een nieuwe buitenvlog aankomt. Dat heb ik al 3 keer gezegd. Maar een beetje een praatje weer van hoe het is met me. En lekker promotie gemaakt in ieder geval. En we gaan, als ik geen nieuws heb, ja, moet ik dan een vlog opnemen? Ja, ik weet niks te zeggen dan. Dus ik heb ook daarom heb ik eigenlijk, daarom is het eigenlijk ook dat ik niet echt veel gevlogd heb. En ook in mijn vakantieperiode had ik niet echt inspiratie, niks te vertellen. Ik ga natuurlijk altijd naar Marveld en daar ben ik al zo vaak geweest. Om dat elke keer te filmen, ja, dat schiet ook niet echt op. Daar heb ik ook niet echt zin in. Dus om dan te zeggen van zullen we dan weer eens een keer een vlogje opnemen? Ja, het is, ik moet natuurlijk wel wat te melden hebben natuurlijk. Hè? Dus dat gaat helemaal goed komen. In ieder geval binnenkort weer vlogs, want ik ga niet stoppen. Wat er ook gebeurt, ik blijf gewoon doorgaan met leuke vlogs maken voor jullie. En als ik niks te melden heb, heb ik niks te melden. Heb ik wel wat te melden, zal ik er zeker weten weer een vlog van maken. We gaan nog naar de Efteling toe binnenkort. We gaan nog naar Toverland. Waarschijnlijk ga ik in december weer een paar dagen weg. Dat gaan jullie nog wel zien. In ieder geval, er is nog een hoop dingen te doen. Of er komen nog een hoop dingen aan op mijn kanaal. Toverland wordt trouwens Halloween. Dus dan weten jullie dat in ieder geval. Weer een Halloween vlog op mijn kanaal. Ja, dat is ook wel leuk. Ik ben 3 jaar geleden geweest met Kevin en Sander toen nog. God, dat lijkt ook wel een eeuwigheid geleden dat Sander ooit in de video. Ja, ik heb momenteel, ik spreek hem wel, maar we hebben niet echt contact meer. Het contact is eigenlijk een beetje voorbij. En ik vind het eigenlijk wel best. Hij vindt het best. Hij is eigenlijk ook met andere dingen bezig. En ik ben ook weer met andere dingen bezig. En daarom hebben we eigenlijk niet zoveel contact meer. Het contact is eigenlijk een beetje verbroken. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken. Toch weer even een vlogje van mijn kant. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als eerste, als er een video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende maar weer. Zo, dat was echt een hele grote staai in mijn ogen. Jongens, groetjes. Bye bye. Hoi.